Meneer Klak is aan rust toe en gaat naar huis. Maar aan rust zijn onze vier vriendjes in de winkel nog lang niet toe. Kijken jullie mee? Kasia, Dongo en Woppie zijn druk in de weer met een bouwwerk. Wizzy komt eens goeiedag zeggen. Oh, maar ze heeft een noot vast. Die ziet er lekker uit. De noot is wel van Wizzy, heren. Maar is die noot niet groot genoeg om te delen met haar beste vrienden? Eigenlijk wel. Dat wordt smullen. Wizzy zal de noot eerst openmaken. Muizenmeisjes hebben hele sterke pootjes. Kijk maar. Maar zo'n notenschelp is ook heel hard, Wizzy. Kom aan, alles geven, Kasia. Woppie zal eens laten zien hoe je een noot kraakt. Kom aan, Woppie. Jij bent toch de sterkste muis die er bestaat? Maar die schelp is blijkbaar sterker. Dongo! Misschien lukt het Dongo wel. Doe je best, Dongo. Goeie poging, maar helaas. Kasia weet hoe hij dat nootje gekraakt krijgt. Je neemt een stok. Je legt hem op de grond. En je slaat heel hard met de stok op de noot, zodat de stok in twee breekt. En de noot heel blijft. Waardeloos stom stukje stok. Dongo gaat de noot eens op een heel andere manier te lijf gaan. Hij gebruikt daarbij een speciale methode. De Dongfu-methode. Dongfu lijkt heel erg op kungfu. En ook hier komt het erop aan om je tegenstander met één krachtige klap uit te schakelen. Wilskracht, precisie en je angst overwinnen is de boodschap. En ook veel oefenen. Meer dan Dongo. Auw! Arme Dongo toch. Maar onze vrienden hebben het nog niet opgegeven. Ze gaan een andere methode proberen. De kop op de noot laten vallen methode. Joepie! De kop op de noot laten vallen methode is gelukt. Al lijkt dit eerder de kop op de Wizzy laten vallen methode. Onze vrienden bakken er echt niks van met die noot. Ze zullen zich erbij moeten neerleggen dat ze die noot niet gekraakt krijgen. Wat heb je aan een noot als je ze niet gekraakt krijgt? Dan kan je de noot even goed weggooien. Hadden ze dat maar eerder geweten. Maar omdat ze er zoveel moeite voor hebben gedaan, zal die noot straks extra lekker smaken. Daar ben ik zeker van.